Mogelijke betrokkenheid van seriemoordenaar Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen. Onbekend en vrouwelijke DNA gevonden in huizen en bestelwagen van Dutroux. En oppositie verbaasd over maatregelen tegen wilde zwijnen. En als je dan gaat lezen, dan staat er maar één kleine verwijs naar een maatregel, namelijk dat ze lint vervangen hebben door een dranghek. Meer maatregelen lees ik niet. Goedenavond, het Heuvelland Nieuws. Het Openbaar Ministerie verwacht nog maanden bezig te zijn met het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Marc Dutroux bij de vermissing van Tanja Groen. Dat zegt het OM tegen de Limburger. Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat de studenten vermist raakten. Ze was op weg naar huis van een ontgroeningsfeestje in Maastricht naar haar kamer in Gronsveld. Sindsdien is ze nooit meer gezien. Vorig jaar werd bekend dat justitie onderzoek gaat doen naar de mogelijke betrokkenheid van de Belgische seriemoordenaar Dutroux. Maar de uitkomst van het onderzoek laat nog maanden op zich wachten. Waarom het zo lang gaat duren is nog niet duidelijk. In de huizen- en bestelauto van Dutroux is onbekend vrouwelijke DNA gevonden. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de studenten. Milieudefensie Maastricht is van plan om naar de Belgische Raad van State te stappen om de komst van een biomassacentrale bij Lize tegen te houden. De organisatie zit samen met andere milieugroeperingen in het consortium die de gang naar de hoogste rechter gaan maken. De biomassacentrale vlak over de grens bij IJsden kan op veel verzet rekenen. Naast Milieudefensie is ook het stadsbestuur van Maastricht en het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten van plan om naar de Raad van State te gaan. Milieudefensie is een crowdfundingactie gestart om de advocaatkosten te betalen. Rob Sluismans is de nieuwe gemeentesecretaris van Gulpen-Wittem. Hij volgt Jos Kusters op, die in juni vertrok. Sluismans start per 1 september als gemeentesecretaris. Volgens het college van Gulpen-Wittem beschikt hij over de juiste competenties om aan de slag te gaan. Op dit moment is hij nog loco-secretaris in Gulpen-Wittem en moest dus al de functie van gemeentesecretaris bekleden sinds 1 juni. En dan gaan we naar Bunde. Het Bunderbos is daar nog steeds afgesloten en de kans is groot dat het voorlopig nog wel zo blijft. Jagers zijn al dagen bezig in het bos om de wilde zwijnen af te schieten. Hoe lang dat gaat duren is nog steeds een raadsel. De gemeente roept bewoners van het Overbundhof op om maatregelen te nemen. En dat leidt tot verbazing bij de bewoners en de oppositie. In de brief staan een aantal maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. Zoals het plaatsen van een stevige schutting rondom tuinen of het ophangen van zilverkleurige ballonnen die reflecteren in het licht. Toen fractievoorzitter Jan Gulikers van de oppositiepartij Brug-Gaan de brief zag, was hij verbaasd. Niet alleen over de adviezen, maar ook over de maatregelen die de gemeente zelf heeft genomen. We verbazen ons over de inhoud van de brief. Er wordt gesproken over maatregelen die de gemeente genomen heeft of zou hebben. En als je dan gaat lezen, dan staat er maar één kleine verwijs naar een maatregel, namelijk dat ze lint vervangen hebben door een dranghek. Meer maatregelen lees ik niet, terwijl de burgemeester wel onlangs heeft aangegeven aan de media dat afschieten wel een optie is, maar daar staat in de brief helemaal niets over. En daarnaast staat dat de inwoners van de bepaalde straat die de brief ontvangen hebben, dat die aangeraden wordt om allerlei maatregelen te nemen om hun huis en haard, zo staat er letterlijk, te beschermen tegen de indringen van wilde dieren, zoals zwijnen. Andere adviezen die de gemeente geeft is het ophangen van flitslampen en het plaatsen van een vogelverschrikker of schrikdraad. Niet alleen de oppositie heeft vragen over de adviezen, ook bij de woners zelf roept het vragen op. Het wordt een beetje bij ons neergelegd, bij de omwonenden, bij de burgers. En ik begrijp wel dat het maatregelen zijn die misschien kunnen helpen. Schrikdraad spannen, ballonnetjes ophangen, vlaggen ophangen. Maar ja, dan denk ik, moeten wij daar nu voor zorgen? Kunnen er geen andere maatregelen getroffen worden? Iets groter, iets wat de gemeente kan doen of wat wij niet hoeven te doen als bewoner. Omwonenden zijn blij dat ze op de hoogte worden gehouden, maar zijn van mening dat er eerder actie ondernomen had mogen worden. Ik heb alleen wel de vraag of dit wel helemaal voldoende is. Mijn heg is 50 meter lang. Er zit verder geen hekwerk in. Dus de zwijnen kunnen elke locatie van mijn heg uitkiezen om er doorheen te lopen. Dat doen ze ook, dat heb ik gezien. Dus ik weet niet of ballonnen nu voor mij de oplossing zal zijn om die zwijnen weg te houden. Had stukken eerder gemogen, ja. En dan was het misschien nog niet zo ver gekomen, want ja, ze worden steeds meer zwijnen. Ja. En dat had misschien voorkomen kunnen worden door eerder afschieten van de zwijnen. Ze zijn nu zo uitgebreid. Ik hoor dat ze 2 keer per jaar jongen kunnen krijgen. En na 1,5 jaar alweer geslachtsrijp zijn. Ja, dan vermenigvuldigt dat snel. Hè? Nou, ik denk als je dat echt meent, dat de burgers dat moeten gaan doen, ja, dan moet er toch sprake zijn, denk ik, van een permanente bedreiging die jaren voortduurt, wil het die investering waard zijn. Dus ik vraag me af waarom een gemeente niet gewoon overgaat om de burgers te informeren over hoe het zit met het afschieten van de dieren. Lijkt me veel logischer. Voorlopig is het nog even afwachten tot het college gaat antwoorden op de vragen van Brug-Gaan. Ook is het nog onduidelijk hoe lang het Bunderbos verboden gebied blijft. En dan het weer voor de komende dagen. Vrijdag is het zwaar bewolkt met vooral in de ochtend en de vroege middag regen. Later in de middag breekt de zon af en toe door en het wordt droger met nog wel kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Zaterdag kan het in de ochtend nog wat bewolkt zijn, maar al snel komt de zon door en blijft het droog bij een graad of 25. In de nacht wordt het 12 graden en er is kans op nevel of mist. Zondag wordt ook een mooie nazomerse dag met 25 graden en veel zon. Ook dan blijft het droog. Na het weekend stijgen de temperaturen nog wat en is er veel zon en blijft het droog. En tot zover het Heuvelland nieuws voor dit moment. Morgen terug van zomervakantie. Patrick Lambrichs met het praatprogramma Uitgelicht. En daar is de burgemeester Daan Prevot van Valkenburg te gast om onder andere te praten over de wateroverlast. Dat en meer morgen vanaf 7 uur en ik wens u nog een hele fijne avond. Dag!